Goedendag, in deze vraag berekenen we f van f van x min 2. Hier hoef je even gegeven, we gaan f van x min 2 berekenen. Ja, tegen gewoon f van x opschrijven en 2 van aftrekken, krijg je x plus 2 min 2 plus 1 min x, gewoon x plus 1 over x. Ja? Dus dan gaan we nu berekenen f van f van x min 2. Dus f van x min 2 wordt dan f van x, f tussen haakjes x plus 1 over x. Dat betekent in de functie waar x staat, we gaan vervangen door x in x plus 1 over x. Dan krijg je in feite x ja, plus 1 over x plus 2 plus 1 keer gedeeld door x plus 1 over x. Onthoud, deze x plus 1 over x is de oorspronkelijke x en die zijn ook oorspronkelijke x. Gaan we een beetje uitwerken, dan krijg je aan deze kant hier, gelijknamig noemer wordt, gelijknamig ook x, dan krijg je x kwadraat plus 1 gedeeld door x, gelijknamig noemer maken, x kwadraat plus 1 gedeeld door x plus 2. Hier ook gelijknamig noemer maken in de noemer dan. 1 gedeeld door x, kwadraat plus 1 gedeeld door x. Die x in de noemer komt in de teller te staan. Dan krijg je x kwadraat plus 1 gedeeld door x, plus 2, plus in de teller x gedeeld door x kwadraat plus 1. Dat is antwoord 1 in je lijst. Dankjewel, bye bye.